Welkom bij Harry de Ferryman, ik ben Harry en ik had kijkersvraag gekregen. Hoe verwissel je de zaag van de draaikutter Deluxe? Dat ga ik jullie nu laten zien. Voordat je eraan begint, is één ding heel belangrijk als je aan machines werkt. En dat is, haal er alsjeblieft de stekker uit. Dat kan hij nooit per ongeluk inschakelen. Dus daar gaan we mee beginnen. De stekker is eruit, dus we kunnen er veilig aan werken. We hebben er een inwissleutel bij geleverd gekregen. En we gaan hem eens openschroeven. Hier zit de inbus. Het is niet zo heel spannend. Ik doe even mijn handschoenen aan, want ik moet dadelijk het zaagblad eruit pakken. En dan doe ik liever mijn handschoentjes aan. Voordat ik mijn vingers openhaal. Je ziet het, ik hou niks tegen. Hij draait er zo uit. De inbus eruit. Er zit een plaatje op. Met de borging die hierop past. En nou ligt het zaagblad er al los in. Je kunt de afscherming met de hand open doen. En dan komt het zaagblad eruit. Je moet goed kijken met het nieuwe zaagblad monteren. Dat de tandjes de goede kant op staan. Hij draait zo rond. Want als je hem er zo inzet, dan staan ze verkeerd om. Hij draait die kant op. En dan zaag je niet. Dus goed kijken naar de richting van de tanden. Maar dit zaagblad kan nog wel even, dus ik zet er geen nieuw in. Dan heb je het zaagblad weer. De afscherming open. Zet die goed daarin valt. Laat je de afscherming kun je weer laten zakken. Plaat erop. Pas maar op één manier. Zo weer erop. En dan draai ik hem weer aan. En hij hoeft niet strakker. Ik kan hem gewoon eventjes met de hand een klein beetje tegen. En draai ik hem aan. De pijl staat hierop, die staat de goede kant op. Dan kan de stekker er weer in en dan kun je weer zagen. Klepje weer dicht. Stekker erin. Het hoeft niet super strak aangedraaid te worden, gewoon aan is aan. Dat is altijd moeilijk om te zeggen, er zijn mensen die denken dat het nooit strak genoeg zit. Nou, dat is echt wel waar. Dit is dus een vrij simpel klusje. Goed opletten hoe de zaag erop staat, tandjes de goede kant op staan, met de draairichting. Er staat de pijl op en je kunt naar de tandjes kijken. In mijn sleutel is genoeg, daar krijg ik hem mee los. Was de eerste keer dat ik hem loshaalde dus. En ik heb er al veel mee gezaagd. Zijn hier nog vragen over? Dan hoor ik het graag. Die kun je hieronder kwijt. Heel kort filmpje. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.